Op de Ommelandenwijk werden begin deze maand ploegwedstrijden gehouden. En deze werden georganiseerd door de AJK Veenkoloniën. En AJK is natuurlijk de Agrarische Jongerencontact Veenkoloniën. In samenwerking met de OTMV, afdeling Groningen. En OTMV staat voor Oude Trekker en Motorenvereniging. En op het land hing volgens enkele deelnemers een lekkere lucht. De lucht van petroleum en op sommige plekken van diesellucht. Maar het was een lust om te zien al deze oude tractoren op het land bezig. En de wedstrijd bestaat uit ten eerste een begin voor te maken. En alle deelnemers mochten daarvoor het land op. En dan was er een jury die alles ging bekijken. En u ziet hier op het land in Ommelandenwijk tractoren van diverse jaartallen. Achteraan, het dichtst bij de weg naar Pekela, staan drie moderne trekkers van drie jonge boeren. En verder naar voren staan een paar echt hele oude exemplaren. En bij deze oude probeert men echt de oude gebruiken ook nog in ere te houden. Zoals de tas met de koffie en de thee aan de pijp van de motor. Gewoon aan de zijkant meehangen. En al deze oude tractoren zijn dus ook voorzien van oude ploegen. Het zijn dus echt oude combinaties. En er werden goede voren meegemaakt. Dit was niet het oudste exemplaar wat op het land was. Nee, dat was deze machine. Een trekker met nog ijzeren wielen. En een echte oude wetse ploeg erachter. Een hele mooie combinatie. En alleen daarom het zien van oude motoren, oude trekkers, was een lust voor het oog. Alleen daarom zou je al naar een ploegwedstrijd gaan waar de OTMV, afdeling Groningen, aan meedoet. Deze trekker helemaal goed onderhouden, nog volledig intact met allemaal oude onderdelen. Hij is echt zoals hij behoort te zijn. En dat hij dan ook nog kan ploegen, is natuurlijk helemaal geweldig. U Eerke Leeuwerik met zijn Dering 1020 aan het ploegen. En de McCormick sleep is echt ook een hele oude ploeg. Ook uit de tijd van de Dering 1020. En u ziet het, de boeren stappen regelmatig van hun trekker af. En dat gebeurt om de ploeg bij te stellen. Het mes heel fijn af te stellen. Want het is volgens een van de boeren millimeterwerk. En hier zien we A. Dijks met een Ford Dearborn de grond omploegen. En ploegen op zich is een hele kunst. En daar zullen we onherroepelijk in het vervolg van onze uitzendingen ooit nog eens een keer op terugkomen. Want het lijkt mij gewoon interessant om eens een keer met een jurylid te kijken waar men nu op let en wanneer dat het land goed is omgeploegd.
De jonge boeren, waar ik het zo net over sprak, zijn ook naar het Nederlands kampioenschap ploegen geweest in Zeewolde. Het resultaat was niet de best, maar Michael Bentham zegt, wij hebben een hele leuke dagen gehad. We hebben behoorlijk wat kunnen leren van de andere boeren. En het is natuurlijk een hele belevenis om mee te mogen doen aan een Nederlandse kampioenschap. En eens een keer met je trekken op die dikke klei te rijden. Tot zover onze reportage over de ploegwedstrijden in de Ommelandewijk.